Ik heb voor het hele pakket trouwens €11,83 betaald. Goedemorgen, het is nu 5:45, ongeveer een uur later dan de vorige dagen. Gewoon omdat vandaag echt een thuiswerkdagje is en ik vond dat er wel een uurtje af kon. Ik ben namelijk ook een stuk veel minder gestresseerd dan de vorige keer. Omdat ik merk dat ik toch wel dingen behaal en dat ik dingen afkrijg. Ik heb al wat artikelen bijgeschreven. Ik heb ook al wat stukjes verbeterd van de vorige sessie, van gisteren. En nu ga ik ontbijten. Dus nu 10 uur. En ik ga even uit de deur, want ik moet nog wol gaan kopen. Wol gaan kopen. Dus daarom ga ik even uit de deur, maar ook gewoon even om de buitenlucht in me op te nemen. Net naar de boekhandel geweest en naar de Zeeman. Jammer genoeg hadden ze mijn wol niet hier in Ieper. Maar mijn toekomstige schoonbroer zal er nu omgaan in Poperingen. Nu zit ik aan de Menepoort. En nu vraag ik mij af, moet ik eigenlijk niet naar huis gaan om verder aan het volgende stukje te werken en verder te gaan creëren. Maar ik heb gewoon deugd als wandeling af en toe. En sinds dat ik in Ieper ben, doe ik dat veel, veel vaker. Sinds dat ik hier woon. Gewoon omdat ik ondertussen Pokémon's kan vangen. En dat ik altijd wel het excuus heb om langs een winkel te passeren. Dat ik er eigenlijk nooit iets koop. Alleen bijna nooit. Dat is altijd wel iets dat ik moet gaan doen. Kan combineren met lange wandeling. Allee. Een uurtje of zo. Nu kon ik direct via de markt zijn teruggelopen. Maar ik vind het gewoon stiekem veel zaliger via de vestingen. En ondertussen pak je hand. Maar ik doe dat wel niet altijd. Meestal wel. Ik ben begonnen met een regenbui en ik vermoed dat we ook gaan eindigen met een regenbui. Het is begonnen. Ik heb een aantal foto's gemaakt voor zij of haar oktober 2019. Ook mijn huis voorgemaakt en mijn zus is daar. Hallo! Glas in schenken en ik heb het gewoon volledig naast mijn glas gedaan. Props. Ik lust niet zo graag zwarte chocolade. Secret stash. Hey, telefoon. Ik ben mijn pakket bij boeren en buren gaan ophalen, maar ondertussen is er iets super raars gebeurd. Niet raar, maar niet zo plezant. Ik was namelijk verkeerd gereden en ik had de verkeerde afslag gepakt van het rondpunt. En ik was nog maar net de straat in en er is een camionet tegen een auto gereden, of omgekeerd. Want ik was weer even in de wolken terwijl ik op de fiets zat. En ik was zojuist naar het huis aan het kijken en toen hoorde ik een boom. Of ja, geen boom, maar zo het geluid van twee auto's die botsen. En de ene camionet is zo op de auto gereden. Want zijn voorkant was gesmashed en de auto had een deuk in zijn zijkant. En ik weet niet aan welke kant. Want dat vrouw, het was een koppeltje in de auto, mijn baby. Ik weet niet aan welke kant dat ze zaten, maar die mama was echt
in het begin even over haar toeren. Wat ik kan snappen als er een baby in mijn auto zit, terwijl ik word aangereden. En ze had ook zo rode vlekken van ergens tegen aan te... iets tegen zicht te krijgen in haar gezicht. Dus ik hoop dat ze in orde is. Ik hoop dat de baby in orde is, maar ik vermoed van wel, want... ja, ik heb uiteraard niet zomaar voorbij gereden. Oké, nu is het tijd voor mijn pakket van boeren en buren. Ik heb voor het hele pakket trouwens €11,83 betaald. En in het pakket zat er peterselie. Een goed bosje peterselie. Het is een soeppakket. Met 2 broccoli's. 3 uitjes. 1 hele courgette. En peterselie. Dit is het broccoli soeppakket. Verder kocht ik nog een broccoli. Om er een soort pasta mee te gaan maken. Ik kocht ook van die... oh, dat ruikt zo goed. Van die bakkerpistoletjes. Dat zijn er 5. Ik vind het echt zo heerlijk, die geur. Ik zit nu wel een beetje op druppen. Ik kocht een bruin brood. Ja. Is het klein? Geen idee. Ik kocht 2 keer volle melk. Maar ik heb 2 keer half volle melk. Maar ik heb een half volle... en een volle melk gekregen, want ze had het verkeerd gelezen. Ik ben wel iets meer fan van half volle melk, omdat ze vroegen dat het oké was. En ik heb gezegd van ja, want ik ben daar ook oké mee. Dit was wat ik heb gekocht in mijn bestelling, waar ik eigenlijk €11,83 voor heb betaald. Maar, omdat het mijn eerste keer was, heb ik nog een pring erbij gekregen. En een extra courgette. Moest je je trouwens afvragen wat boeren en buren is, of buren en boeren. Dat is een initiatief. Waarbij dat je eigenlijk als consument bij de boer kan gaan kopen. Door op de website van boeren en buren een aantal dingen aan te kopen. Like dat je een webshop zou hebben, waar je dan zegt ik wil... ik wil zoveel melk, ik wil zoveel eitjes, ik wil zoveel vlees, ik wil dat van groen, ik wil dat van groen. En uiteraard hangt dat aanbod ook een beetje af van de seizoenen. En dat is eigenlijk dan bij de boer die dat gaat kopen. Dus melk komt van een hoevenslager. Allee, of van een hoevenboerderij. Mijn groentjes komen van een hoeve, mijn brood komt van een bakker. En dat vind ik wel leuk. Dus zo, allemaal redelijk, het is allemaal vers. Je hoeft niet via een middenweg echt te gaan kopen. Dus, het zijn niet echt heel erg veel moeten afstaan van hun winst. En dus een er iets eerlijkere prijs voor gaan krijgen dan bij een Aldi van de Colruyt. Ik heb mijn tafel hier gezet om te fotograferen, maar het is nu niet echt meer fotografeerlicht. Dus ik ga mijn tafel moeten verzetten. Bling! Hey, ik heb de avond afgesloten met een beetje Sims. Ik had dat misschien niet mogen doen. Maar ja, ik vind dat ik productief genoeg ben geweest vandaag. En ik had er echt gewoon veel zin in. Let's Sims spelen. En ik heb misschien niet perfect op tijd kunnen stoppen, maar toch redelijk op tijd. Want het is nu 9:15 ongeveer. Veel te laat met de kalenderbriefje. Ik heb niet zoveel mist vandaag.
Vind ik niet zo tof. Mijn outfit voor morgen, deze is zwart met rode trui, een zwart topje en een zwarte broek. Ik ging trouwens meedoen aan de 30 Day Minimalism Challenge. Samen met Jenny from the Block. Maar ja, ik ben er nog helemaal aan, dus dat is niet zo, aangezien dat al 2 oktober zijn.